Ik ben onderweg naar het loonbedrijf om te vragen of ik een sproeier kan huren. Ja, met een loonwerker erbij hoop ik. Want ik moet zelf nog wat dingen regelen. Want ik moet nog een paar smalle banden kopen voor mijn trekker. Want anders rijd ik heel veel gewas dood en heb ik niet zoveel zin in. Kijk, we zijn er al aangekomen. Dat is snel. Wow, ze hebben zelfs borden geplaatst. Even kijken hoor. Loonverhuurbedrijf Voralpen met een Vent 900 en een Hyundai 6R. Oh, hieronder staat zelfs nog www.loonbedrijfvooralpen.al. Ik zei toch dat het .al was. Maar even kijken, waar zou ik mijn trekker moeten parkeren? Hier. Mooi genoeg. Eens even kijken of er iemand in huis is. Hey, hier is iemand. Cowboy aan het testen. Hij krijgt ontsteking hier voor mij voor elkaar. Goedemorgen. Hallo. Holy. Goedemorgen. Ik schrik me helemaal. Het lablazer is jongen. Dat spijt me. Maar. Ja, geef niet. Ik ben wakker. Ja, goedendag. Goedemiddag, wel goedemorgen. Welkom. Welkom op het nieuwe loonverhuur werkbedrijf. Ja, het ziet er mooi uit. Jawel toch? Ja. Maar wat is er mis met deze komoi dan? Hij wil niet lopen. Nou ja, hij wil wel lopen, maar hij loopt niet mooi stabiel. En hij start slecht. Dat was deze ook al de diepblader gekomen? Ja. Nou, dat dacht ik al. Wat weet jij daar nou van dan? Ja, ik heb de bouw gevolgd. Oh echt? Ja. Ook cool, aangenaam kennis te maken. Ja, aangenaam. Bart. Nou, ik had een vraagje of je me even snel kan helpen. Nou, wat moet ik doen? Nou kijk, hier zie je allemaal kabeltjes hierachter. Ja. Of je die even tegen elkaar aan kan houden, dan probeer ik hem nog een keer te starten. Staat daar hoge spanning op? Nee. Oh, oké. Okay. Ja. Thomas? Ja, kan ik? Thomas? Oh, bijna. Ja, ik had ze niet zo goed tegen elkaar. Ja, zitten. Wat zei je? Ze zaten niet zo goed tegen elkaar, probeer het nu nog eens. Ik heb ze nu goed. Oeh, bijna. Nog één keertje. Ja. Ja, hij doet het weer. Hij loopt. Ja. Nou, zet hem even snel in de schuur hoor. Kom zo bij je terug. Oké. Ik wacht hier al even. Wat een schitterende machine. Ja. Poeh. Nou, hij loopt weer goed. Dus ik hoop dat ik hem kan gebruiken, kan huren. Met een loonwerker of zo voor mijn landen. Dat zal wel mooi lijken. Nice. Er zijn er ook nog twee ook, hè, volgens mij. Oh, hier hebben ze ook nog tanken neergeplaatst met herbicide en... hoe heet dat? Vloeibare kunstmest. Zo, goedendag. Hoe kwam u voor? Ik vroeg me af of ik een sproeier had met herbicide of zoiets voor mijn land. Herbicide hebben we zeker. We moeten dan dunne banden, dikke banden, grote trekken, kleine trekken. Ja, liefst dunne banden, trekken, soort maakt niet echt uit. Ja, ik loop maar even mee, ik heb er wat voor je. Moet je er trouwens ook een loonwerker bij of niet? Als het even kan, want ik heb niet te veel verstand van sproeiers, zeg maar. Nee, oké. Moet die loonwerker u dan ook wat uitleggen of niet? Dat kan wel, maar als loonwerker zelf ook kan doen, is het ook goed. Want ik moet zelf nog wat regelen en zo met mijn trekken. Een loonwerker kost wel €500 per dag. Nou ja, dat moet er maar. Oké. Kom maar mee. Wilt u eerst de trekker die ik voor u heb zien of de sproeier? De sproeier maar eerst. Oké. Mooi hè. Ploeg. Ja, allemaal bijna nieuw nog. Ik zie het. Maar waar komt u eigenlijk vandaan? Ik kom uit Groningen, Nederland. Groningen? Oh, vandaar die vlag zeker. Ja, mooie vlag hè? Ja, mooi. Maar dit is de sproeier. Mooi. Een Hardy, daar nooit van gehoord. Maar... Ja, de Mega. Heb je ervaring mee of heb je nog nooit gebruikt echt? Nee, deze heb ik nog nooit gebruikt, maar voor de rest heb ik wel veel sproeiers gebruikt, ja.
Ja, hij doet het goed waarschijnlijk. Of niet? Hij is splinternieuw, dus ja, dat denk ik wel, hè. Ik hoop het dan maar. Er moet niet te veel doses opkomen en zo. Nee, dat kan u allemaal zelf afstellen, zoveel u wilt. Ja, als je te veel doet, gaat het gewas er ook nog aan en dan. Ja, maar oké, we lopen even naar de trekker. Deze pakken we zo wel. Oké. Mooie machines hoor. Ik kan wel zien dat het uit Nederland komt. Het is niet echt het grootste spul. Maar. Volgens mij was het deze deur. Oh, ja, hoop, oh, ja, nou. Dan weet je ook weer wat we hier hebben staan. Chandier, net zoals op de bennen. Jazeker. Het enige wat ik nou hier nog niet heb is een vent. Oh, ik kom later misschien nog wel. Ah ja, dit is hem. Nou, mooi, ja. Hij heeft een beetje vieze bandjes, want ja, hard werken hier. En ja, heb je ook klanten? Hoe lang ben je eigenlijk al in het bedrijf hier dan? Nu, ik ben eergisteren gestart. En nu al klant. Nou, u bent de eerste klant. Wat heeft hij dan mee gedaan? Als ik de eerste hier ben. Nou, ik kom zeker nog van Nederland of niet? Ja, en opruimen hier op de boerderij, schoonmaken en zo. Maar dat zijn betonnen tegels. Ja, maar daar lag wel blubber op. Oh. Ja, precies. Maar oké, ik zal even de sproeier voor u aankoppelen. Oké. Hey, een Bobcat. Die zal hij misschien wel speciaal hiervoor hebben aangeschaft. Omdat hier iets smaller natuurlijk ook is dan in Nederland. Een John Deere. Ja, ik denk dat hij deze trekkers gewoon heeft meegenomen van Nederland. Maar dat weet ik niet zeker. Dat durf ik niet zo te zeggen. Die commercials lijkt er in elk geval wel op. Die zijn ook al een paar jaar oud of zo. Hij heeft geen karretjes. Misschien komen ze nog wel later dat ze kapot waren of zo verrot, ik weet niet. Ik zal even vragen. Maar wat doet het er ook toe? Omdat ik gewoon benieuwd ben, ik snap het. Even kijken. Nou, hij wipt goed op, of niet? Ja, hij heeft, dus het is niet de beste trekker hiervoor, maar hij trekt het prima. Oké. Nou, en Nou, dit is de combinatie die je kan huren voor het sproeien. Oké, met loonwerker of zonder? Met loonwerken kost het 1000 euro. Voor al het gereedschap wat erbij zit. En de inhoud van de tank natuurlijk. En 500 euro voor de loonwerker. Nee, doe dat dan maar eerst, want ik moet nog wat dingen regelen thuis en zo. Wie werkt, Ja, zeg moet ik maar. dan de loonwerker vertellen dat hij u een beetje uitleg moet geven over hoe het werkt? Ja. Ja, oké. Moet ik ook zeggen welke Nou. landen gedaan moeten worden? Ja, dat is wel handig. Kijk hier, als je hierheen kijkt. Ja. Daar bij de biogas is een land van mij, die staat vol in bloei. Ja, ik zie hem, ja. En ergens aan de westkant van dit gebied is ook nog een andere boer. Volgens mij was dat veld 1 uit mijn hoofd. Daar moet ook nog gesproeid worden. Oké, nou dat komt goed. Ja, betaal, wilt u graag vooraf betalen of betalen in termijnen? Wat wilt u? Ik wil graag achteraf betalen, kan dat? Als ik de rest een beetje kan zien, zeg maar. Ja, ik kan er ook op betalen. Ja, doe nu maar, dat vind ik het fijnste. Oké. Even kijken. Hoe betaal ik? Daar. Naar hem. En dan geld overmaken naar de boerderij. 1000 euro. Nou, kijk eens aan. Hartstikke mooi. Nou, dan ga ik voor u aan het werk. Oké. Nou, top. Oh, doei. Moet ik nog wachten hier tot hij er is of. Nee, hoeft niet. Ik bel hem zo even, dan komt hij er zo snel mogelijk aan. Dan is het voor de middag nog klaar. Oké, mooi. Oké. Bedankt. Ja, graag gedaan. Joe. Doei. Loonbedrijf ziet er goed uit hier. Voor Alpen. Ik zal de naam wel veranderen hebben, denk ik. Maar ja. Ik ga weer terug naar mijn boerderij, want ik moet nog een setje banden bestellen. Nou, ik ben weer bijna thuis en ik ga eens even kijken op tweedehands Guldners. Guldner onderdelen. Want ja. Nieuw wordt dus niet meer gemaakt, dus ik kijk maar even tweedehands op internet.
weer naar de laptop en naar www.mijnwinkel.al. Hier heb ik een Goodnet, die komt uit 1967. Die heeft smalle banden. Dus ik kan kijken of ik alleen de smalle banden kan kopen voor 1000 euro ongeveer. En dan heb ik smalle banden. En dan kan ik mijn dan kan ik nog even kunstmest gaan strooien op mijn landen. Dat hoeft de loonwerker ook weer niet te doen voor mij. Deze zijn grijs. Nee, dan moet ik met mijn grijze banden rijden, denk ik. Ik bestel ze en ik zeg zo even of ik ze meteen kan ophalen of niet. Wanneer de leeftijd is. Nou, ik heb de bestelling geplaatst en ik kan de banden meteen ophalen. Ze worden afgeleverd bij de winkel, dus... Ja, nee, ze waren al bij de winkel, ze werden niet afgeleverd. Dus ik kan ze nou ophalen bij de winkel. Dus, nou, ga ik maar even naar de winkel toe. Nou, ik ben net weer terug van de winkel. Ik heb de banden, zijn er meteen onder gemonteerd. Wel een andere velgkleur helaas. En daar heb je de loonwerker. Wat gaat hij doen? Ik zet even de trekker hier naar de zijkant. Zo. Kijk, dit zijn mijn smalle banden. Ze zijn wel een andere velgkleur dan beige die ik eerst had. Maar ik heb er niet echt problemen mee. Oh! Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ik hoorde dat je uitleg wou over de case met de sproeier erbij. Ja, graag. Dat je hier woonde, dus ik dacht ik kom even kijken of je tijd hebt. Hoe is het trouwens dat ik hier woonde? Dat heb je op het contract gezet, Slimpie. Oeps, kleine lettertjes neergelezen. Ik heb alles allemaal ingevuld. Dat nee. Waren de grote letters, maar dat maakt niet ja, uit. Ja, klopt. Nee, weet ik. Nou, ik heb zelf ingevuld, want ik snap wel de rekening moet erin. Dus ja. Precies. Ja. Ja. Nou, ga maar even zitten. Zo, mooi ding, ja. Ja, nieuw hè. Bijna dan. Hij komt toch uit Nederland nog? Ja, maar daar heb ik hem redelijk nieuw gekocht. Oh, voor het laatst zeker of niet? Nou ja, boeien. Oké, okay, nou, hoe het eerste wat je doet, is je doet de sproeier omhoog. Daar rechts zit een knopje van jou. Ja. Nou, druk er maar eens op. Ja, dan gaat hij omhoog. Dat de motor niet eens vooraan hoeft. Goh, moet bij mij nee. Hij heeft nog een beetje power erin zitten. Oh ja, een beetje. Als je de armen wil uitknappen, twee knopjes daarnaast, daar zit nog een knopje. En als je op die drukt, klappen de armen uit. Even kijken of je genoeg ruimte hebt. Ja, dat moet wel willen. Nee, dat zou ik niet doen. Ja, maar ik drukte net op, maar er gebeurt niks. Oh, is dan één naar links misschien? Ook niet. Moet de trekker misschien niet aan of zo? Nou, doe de trekker eens even aan, dan je weet hoe het moet. Koppeling toch? Ja. Zo. Zo ja, probeer hem nou eens uit te klappen. Ja. Nou, oké. Als het goed is, gaat dat precies hier. Of toch niet? Ja. Gaat hartstikke mooi. Ja. En als je dan op het dan rechterknopje drukt, daar rechts van die linkernet. Ja. Dan gaat dus het goede sproeien. Druk er even snel twee keer op. Kan je weer uit. Oh, dan sproeit hij. Ja, en dat was herbicide, hè? Ja. Ja, mooi. Ik kan meteen in mijn hele terrein doen, heb ik geen onkruid meer. Ach ja. Nou, dat is het eigenlijk. Mooi. Zo simpel is het. Nou, dan mag u hem weer inklappen. Oké, is er wel genoeg ruimte? Ja hoor. Ja. Nou, machine netjes laten zakken. Die knop. Ja. Nou, dan mag je de motor uitzetten. En... Zo. Nou, dat was het. Nou, zo heel moeilijk is het ook weer niet echt, maar... Nee, is gewoon super simpel. Ja, maar ik wist niet. Echt, ja, kijk naar dat en kijk naar dit. Oldtimer. Ah, maar hij doet het toch? Ah, dat ding dat loopt prachtig. Maar goed, ik ga weer verder. Moet ik me even starten voor je anders? Wil jij hem graag starten? Nee, deze. Oh ja, doe eens. Zo, hè? Ga even uit laten zitten. Echt? Pure diesel. Oh ja, dat ding loopt echt mooi. Ja, hè? Mooie smalle bandjes eronder, zie ik. Ja, net gekocht, tweedehands.
Oh, serieus? Ja, kan ik direct ophalen. Oh, wat super. Ja, dus ik ga nou naar mijn veld 26 die je net hebt gedaan. Bij de biogas daar. Ja. Moet je kunstmest geven, toch? Ja, goed idee. Ja. Nou, goed, dan ga ik even het veld afspuiten. Ja, succes nog, hè. Yo. Nou. Nou, eens kijken hoe mooi deze smalle bandjes werken. En welke deur zat ik maar weer? Only use John Deere. Only... Wat was het voor eigenaar? John Deere? Wat is dit? Only John Deere quality farm equipment used here. Ten eerste, dit is Duitsland? Oké, wacht. Engels. Laat maar. Snap ik al. Nee, dit is niet Engeland. Dit is Duitsland. Maar die post komt waarschijnlijk aan de beurs in Engeland ofzo. Maar waarom zou je dat hier oppakken? John Deere, kom op zeg. Hij komt een Goldner in plaats van John Deere. Dat snap ik echt niet hoor. Ik koop te veel met de John Deere. Nou ja, misschien was er geen oude John Deere te kopen ofzo. Misschien alleen maar van de nieuwere. Zo en zo. Nou, hij zit eraan. En dan maar naar het land denk ik. Ik heb nog genoeg kunstmest als het goed is. Ja, helemaal vol. Hoi, gras. Nou, ik heb veld 1 heb ik gekasmestrooid. En hij is mooi netjes besproeid. Mooi dood. Het zal wel verrotten, denk ik, binnen een paar dagen of zoiets. Enige nadeel is wel, had ik niet verwacht dat die banden nog zoveel impact zouden hebben op het land. Dat ze nog zoveel kapot zouden maken. Dus ik denk dat ik maar moet gaan sparen voor een kunstmest strooien. Maar ik kan er nou wel mee dealen. De trekker maakt er nou gewoon niet zoveel kapot nog. Ik heb zelfs nog gekozen voor smalle banden. Ja, maar hij zit ook niet echt helemaal achter elkaar. Nee ja, ik ga eens kijken of het nog bij veld 1 is of zoiets. En anders misschien niet, misschien wel. Ik ga naar de veld 1 toe en die ga ik ook maar even strooien. Ik moet hier de afslag nemen toch? Als het goed is wel. Ja hoor, toen met mijn vrouw neemt hem maar even alle tijd. Ja, perfect. Nou, eens kijken. Oh, dat is niet mijn veld. Ik dacht, oh, dat is allemaal op dood. Maar nee, dat is niet mijn veld. Ah, vogel! Ben je suicidaal of zo? Jeetje. Hij vloog zo voor mijn trekken. Wat een mogeltje. Holy. Hoe je dat zei, nee, die moet je dicht in laten. Ja, dat was ook de bedoeling. Even in de replay, kom op. Wat een suicidale vogel. Ah, vogel! Ben je suicidaal of zo, jeetje? Oh mijn god. Hij wil vogel, ben je suicidaal of zo, dat zei ik. Laten we eens kijken, hartstikke goede aflevering. Dat is een goed spul volgens mij, die herbicide. Wow. Hoe krijg je dit voor elkaar om kruid? Allemaal in rechte rijtjes. Nou ja, boeren. Morgen boerstijn. Besproeien. Joepie de poepie. Nou, weer een veldje klaar. En dat past ook voor de kunstmest sessie. Ik zal eens even kijken op mijn telefoon. Want ik heb een app. Kan je zo zien hoe alles is bemest. Nou, als we hier even kijken naar veld 1, is die helemaal donkerblauw en dat betekent dat hij helemaal goed is bemest. En hierboven, veld 29, is ook helemaal donkerblauw. En dat is goed. Voor de rest heb ik geen veld, dus wow, mooi. Dat is klaar. Eens kijken, is al boer Stijn in die paar minuten eten. Weet je wat, ik ga even bij hem op bezoek. Ik heb zin in koffie. Het is 10:30. Hey Bart, goedemiddag. Morgens. Morgen. Hoe is het met jou dan? Goed hoor. Weet je wat mooi is? Vies ding. Ja, ach, dat geeft niet. Moet een keertje een spuit kopen. Ja,
maar dan ging, ja, dit wordt denk ik wel ook een beetje vies, maar geeft niet zoveel. Moet ik gewoon een keertje spuitje kopen, is zo klaar. En weet je wat mooi is? Nee, weet niet eigenlijk, denk ik. Aan trekken, nee. Ja, kijk. Ja, ik heb nieuwe banden. En ja, ik zie het nu pas. Goh, dat we dan niet eerder op was gevallen. En andere velgen. Weet je hoe ik eraan kom? Gekocht? Ja. Goh. Van het tweedehandse Gultner. Ik zet hem even uit hoor. Ja, dan moet je meekomen, hè? Dit is echt geweldig. Is je nog, had ik je verteld al over die over afgelopen week wat er allemaal is gebeurd? Nee, ik heb wel wat op internet zien staan, maar nee, eigenlijk niet. Niet echt nagekeken. Oh, moet je eens kijken. Huh? Al je onkruid is dood, hoe kan dat dan? Ja, ik heb sproeien. Heb jij een sproeier? Nee. Nou, hoe kom je dan aan al dat geld? Nee, ja. Geen sproeien, nee. Hoe heb je dat gedaan? Gesproeid. Met herbicide. Hoe? Nou, kom. Herbicide. Je hebt toch, heb je een laptop? Jazeker. Nou, kom eens. Want er is een website. Ik weet niet of je daar naar hebt gekeken, waarschijnlijk niet. Want ik was jou op zoek naar loonbedrijven. Ja. Er is een nieuw loonbedrijf hier in de regio gekomen. Nee, ga weg. Ja, echt waar. Heb jij de sleutels? Ja, natuurlijk heb jij de sleutels van het huis. Ja. Kom hey, ik heb ook dezelfde deurmaat. Echt? Ja, leuk. Hoe toevallig. Ja. Maar als je ze opzoekt op de laptop... Ja, zoek jij maar even. Ja? Kijk, als je nou opzoekt naar loonbedrijfvooralpen.al. Ja? Je, ja. En daar zie je de banner van het loonbedrijf. Ja. De Event 900 serie en de 6R. Van John Deere. Ja, John Deere. Ja. Die hebben ze ook op bedrijf staan, hè? Ik was er vanmorgen net geweest. En als John Deere hadden ze twee case trackers. Een kleine case met smalle banden en een grote case Puma was het volgens mij. Cool. En ze hebben ook sproeiers en ze hebben twee combines en kunstmeststrooiers en zaaiers en ploegen. Alles. Serieus? Ja, moet je gewoon wel een keertje naar op bezoek gaan. Het is ook op de website wat ze allemaal hebben, maar... Ja, echt geweldig. Dus ik was erheen gegaan en het konden we direct terecht. Nou, hartstikke mooi. Dus zij hebben jouw veld even voor je besproeid. En wat ben je daar nou precies voor kwijt dan? €1000 voor loonwerker en... Dat is nog wel een redelijk prijsje. Oh, ik vond het wel meevallen op zich. Dat is wel redelijk. Ja, met bemestingsspul. Ja, een hele kopje koffie trouwens. Ja, lekker. Maar ik heb even een vraagje. Nou. Heb je een afwasmachine? Ik ga even voor je zoeken. Deze man, dit lijkt wel een doodskist. Nee, ik heb geen... True. Nee, ik heb geen... afwasmachine. Nee, heb ik niet. Maar ik heb hier wel een koffiemolen. Beetje... Hij is water daarbij. Is die stoof sterk genoeg? Oeh, ja, dat is perfect. Beetje heet. Hier kun je wel even zitten. Oh, dit bankje heb ik ook. Serieus? Typisch Oostenrijks. Ja, weet je. Nee. Wacht, kom eens. Deze foto's, hè? Komen een beetje bekend voor. Ja, ik vond ze zo mooi bij jou. Ik heb zonder de kopieermachine gelegd. Deze foto. Die foto. En deze doodskist ook al. Nou. En al het papier weg. Wil je een kopje koffie nog of niet? Ja, heb ik net opgedronken.
Oh, lekker. Nou, dan ga ik aan het werk. Ja. Hey, kun je trouwens een keer mijn velden voor me besproeien met kunstmest? Ja, tuurlijk. Als je een sms'je als je me nodig hebt. Of bel me maar of zo, kan ook. Tring! Ik sta voor je neus. Oh, ja. Zou je mijn velden kunnen besproeien? Nu? Ja. Ja, dat kost misschien wel 10.000 euro. Hoi. grapje. Ik doe het al even snel. Yes, dankjewel. Welke velden dan? Deze. Deze. En die daar. Het bloemetjesland van vorige keer, weet je nog wel? Vast wel. Ik zal eerst even kijken of de roep daar nog wat doorkomt. Yo, dingen. Mooi. Doei. Nou, ik zit nu onderweg om het rek en mijn GoPro is alweer bijna leeg, dus ik moet naar huis toe. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Als je de video leuk vindt, druk nog even op het duimpje omhoog. Ja, abonneer ook nog even hier beneden op dat rode knopje. Als je dan toch daar bent, druk ook nog maar even meteen op het belletje. En dan bedankt voor het kijken. En ik hoop dat ik jullie weer zie bij een volgende video. Laters!